In het uiterste zuidwesten van Frankrijk vindt u twee bijzondere streken, de Gascogne en de Gironde. Het landschap van de Gascogne bestaat uit heuvelachtig boerenland dat al eeuwen ongerept is. Typische boerendorpen liggen verspreid in dit landschap met uitgebreide wijngaarden en zonnebloemvelden. De traditionele akkerbouwactiviteiten dragen bij aan de culinaire hoogstandjes van deze gebieden. In Royan en de Gironde zijn de watersporters helemaal op hun plek. Moedige surfers trotseren de hoge en krachtige golven van de Atlantische Oceaan. De zandstranden zijn er mooi en met duinen omrand. Windsurfers genieten liever van het rustiger water van de grote meren die deze regio ook heeft. De geurige dennenbossen zijn zeer in trek bij de wandelaars. Het stadje La Rochelle is karakteristiek voor de onbedorven charme van dit Franse land. Twee imponerende middeleeuwse torens houden de wacht over de prachtige haven, waar u kunt kiezen uit een van de gezellige visrestaurantjes. Verder langs de kust, verbonden aan het vasteland door een gigantische 3 kilometer lange brug, ligt het Île d'Oléron. Het eiland is het op één na grootste eiland van Frankrijk. De prachtige stranden hebben grote aantrekkingskracht op zonaanbidders en watersporters. Het kasteel en de citadel van het stadje Le Château zijn zeker een bezoekje waard. Het middeleeuwse stadje Cognac is beroemd om, u raadt het al, zijn sterke drank cognac. In het stadje is de lucht zoet van het rijk aroma. La part des anges, zoals de lokale bevolking het noemt. Het deel van de engelen. Oftewel het kleine gedeelte van de cognac dat verdampt door de eikenhouten vaten heen. De grote distilleerderijen zoals Martel en Hennessy verzorgen interessante rondleidingen. Maar er valt meer te proeven. Reist u meer naar het zuiden, dan komt u in Bordeaux. Een levendige en cosmopolitische stad die beroemd is om zijn voortreffelijke wijnen. U komt tijd tekort. Er zijn meer dan 350 historische monumenten in deze neoclassieke stad. In verschillende musea krijgt u uitleg over de rijke historie van Bordeaux. Gascogne is bekend om zijn gigantische zandduinen. Het grote Dune du Pilat steekt de kroon. Het is het hoogste duin van Europa en 114 meter hoog en bijna 2,5 kilometer lang. Vanaf de Dune du Pilat heeft u een spectaculair uitzicht over de kust. Vanaf de top worden regelmatig dolfijnen en bruinvissen gespot. Reeds vanaf de Romeinse tijd genieten mensen van de warmwaterbronnen van Dax, diep in het zuiden van Gascogne. De geneeskrachtige werking van de modderbaden en spa's trekken bezoekers van over de hele wereld. In het uiterste zuiden, vlakbij de Spaanse grens, ligt Biarritz. Een stad waar naast decadente hotels en casino's moderne surfstranden liggen. Een zweem van vervlogen luxe draagt bij aan de charme van deze boeiende stad. De Beaumonde vermengt zich met het meer gewone volk in de ontelbare bars en eetgelegenheden. Zowel Gironde als Gascogne hebben de vakantieganger veel te bieden. Er is voor iedereen wel iets te beleven. Sportievelingen, levensgenieters en cultuurliefhebbers vinden hier iets van hun gading. De wereldberoemde heerlijkheden als cognac en goede wijn moet u hier zeker proeven. Fantastische vakantiegebieden voor iedereen.